Het rechtstreeks verkiezen van de burgemeester was een hot topic deze week. Maar wat vinden Tilburgers hiervan? Schept het meer nadelen of voordelen? Daarom gaan wij vandaag de straat op met de vraag: wat vind jij van de gekozen burgemeester? Wat vindt u van een gekozen burgemeester? Ik vind het beter als een aangewezen burgemeester. Dan heeft de personeel of de bevolking zelf ook een keuze. Dat is altijd wel fijn dat de mensen ook weer wat inbreng hebben. Ja. Ik vind natuurlijk nooit wat voor populaire mannetje er gekozen wordt. En die beschikt dan wel. Die gaat over de politie en over, ik weet niet wat voor beleidsterreinen allemaal. Ik denk dat het misschien bestandig is om een bestuurder daar neer te zetten. Nou, ik denk dat het wel een goede zaak is. Dat mensen kunnen kiezen. Ik zou daarvoor zijn, voor een gekozen burgemeester. Maar dan zou de burgemeester of burgemeesters zich wel moeten introduceren. En wie ben ik? En niet zoals een klein stukje in de krant of zo. Van, dan weten we eigenlijk nog niks. Maar zo de wijk ingaan en kennis maken. Goed. Ik vind het niet zo'n goed idee. En waarom? Die kan volgens mij niet neutraal zijn. Dus ik vind het een beetje raar. Ik vind het ook niet zo'n goed idee. Ik vind wat mijn man zegt, ze neutraal blijven. Ik denk dat de gemeenteraad in eerste instantie en dan aan de burgers nog voorgelegd moet worden. En wat zou volgens jou nog wat democratischer kunnen in de politiek of wat anders? Ja, daar heb ik nou 1, 2, 3 niet zo'n antwoord op. Nee, ik hou me niet zo heel erg mee met politiek. Dus, en heeft iets waar je zegt, nou dat zou wel anders mogen? Ik zou er echt niet direct een antwoord op kunnen geven. Nee, echt niet. Democratie is leuk, maar het kan ook te ver gaan. Tenminste, vind ik. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind al dat we heel veel inspraak hebben. Bij mij in de buurt komt de park, is er eens in de maak. En heel veel ruimte voor inbreng was er daar. En de politiek, ik weet het even niet. Misschien als we meer inzicht verlenen in de, of meer kijken zeg maar, naar die kleinere steden of grotere steden. En als we dan een beetje partimenteren, zullen we zeggen. Dat de politici eens een keer luisteren naar hun achterban en niet hun eigen mening door willen drijven. Overval je me een beetje mee, dat weet ik zo niet. Kan ik zo niet zeggen. Ja, daar weet ik even niet. Daar weet ik even geen antwoord op te geven. Nee. Is er iets waar je zegt van nou, is het misschien een verbeterpunt zijn? Ik ben niet zozeer daarmee bezig, nee. Alles. Heel veel. Noem eens een voorbeeld. Oei. En in ieder geval de huizenbouw. Nou, ik zou zo gauw niet weten. Ja, referenda, maar ja, goed. Dat is net afgeschoten. Dus. En wat vindt u van uw huidige burgemeester in uw gemeente? Daar komt het Gielserij, met Jan Boelhouders, perfect, uw burgemeester. Ik zou het er niet kunnen vertellen, want daar kom je niet vandaan, helaas. Onze Nordanus. De Theo. Ja, je zult zo zien. Ja, ik ben niet zo'n politiek mens. Ik wel. Ja, zeker. Beter als ja. Een ander. Ja. Ja, ik woon in Waalwijk en prima burgemeester. Ja. Ik heb geen idee. Nee. Ik heb er niet zoveel mee te maken, dus ik denk dat het wel goed gaat. De meneer Jan Boelhouders. Hele capabele man. Ja. Ja. Ook in Tilburg liggen de meningen verdeeld. Maar wat opvalt is dat de meeste mensen niet veel weten over onze huidige burgemeester. Dit was Mag ik het vragen voor deze week en tot de volgende keer.